We moeten een verschil zien in de situatie nu er wordt gewerkt aan het wateroverlastvraagstuk. Anders heeft het geen zin. Woorden van minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken vanmorgen tijdens een workshop over de introductie van het Saramakka-kanaalsysteem rehabilitatieproject in de ballroom van Hotel Torarica. De bewindsman zegt dat er nu vooral gewerkt wordt aan het monitoren van onweer, de voornaamste oorzaak van het probleem. Om te installeren binnenkort 7 in full automatic microstations. Ja, dat zijn gewoon niet aan zichzelf van mensen naast mijn ringweg. Dat is 10 op de aard. En dat is voor heel Suriname. En die data zal internationaal gebruikt worden. Tweede is, dat is ongeveer een trek van 500 miljoen. Tweede is een grens om ongeveer 24 of 34 miljoen. Automatic hydraulic stages, dus water met een station, onder andere voor uitgevoerd die zullen geïnstalleerd worden met in aanbrengen van de universiteit, ook steeds op de aard. En het uiteindelijk doel is dat we op tijd gewaarschuwd moeten worden, op tijd voorspelling moeten worden. De weersverwachtingen zullen een accurate indicatie kunnen geven van wat de belanghebbende autoriteiten te wachten staat. Hierdoor kan er een beeld gevormd worden van wat er nodig zal zijn om het waterprobleem op te lossen. Er wordt volgens Satish Mohan, onderdirecteur Natte Civiel Technische Werken, een masterplan opgezet om het probleem infrastructureel aan te pakken. Dat zijn nog 3 onderdelen die hangen aan het masterplan. Omdat er een digitaal model is. Dat ook met de MeToo en de Miela, alle data die eruit zijn aan het model krijgen op landrijk. Zodat mensen kunnen zien waar regen, waar de neerslag valt, waar het potentieel onder water kan lopen of waar er een risico is. Dus dat men eerder gemeld kan worden. Zodat er is een flood risk asset management platform met flood risk warning. Voor het Saramakka kanaal gaat er een beheerplan komen waarin we kijken naar de vanuit de overheid afgestoten worden, waar we zelf voorzieners kan zijn. Zodat in de toekomst de overheid meer goed gaan investeren om het onderhoud en het inbouwen. En als laatste heb je dat er eigenlijk voor het geheel open gedoe prioritering van Paramaribo en of eigenlijk waar het openbare werken voor verantwoordelijk is, dat is het gedeelte van je maatregel en onderhoudsplan komt. Het onderhoud van het Saramakka-kanaal zal volgens Mohan een belangrijke rol spelen in de aanpak van de wateroverlast waarmee Suriname al jaren te kampen heeft.